un petit marché bien de chez nous. En face du marché, un McDo bien de chez eux. Le décor est planté, alors gare. Faut-il vraiment s'étonner que McDo soit l'ennemi public numéro 1? Wel, wat wij zien is dat de consument van vandaag heel kritisch is. Ook wil weten wat hij op zijn bord heeft. En sinds 2005 doen wij open keukendagen. Dat iedereen kan komen kijken van hoe wij de producten klaarmaken in de keuken. Om te laten zien, we hebben absoluut niks te verbergen. En daar hebben wij gedacht van, waarom brengen we ook niet inderdaad onze leveranciers om aan de mensen te tonen van eigenlijk van het ingrediënt tot op het moment dat het op het dienblad geserveerd wordt aan de klant. Van dit zijn de ingrediënten die wij gebruiken, dit is de manier waarop we ze klaarmaken. En om de mensen ook te laten kennismaken met onze leveranciers, ook met de lokale boeren, want wij werken met heel veel lokale boeren, zoals een tomatenteler uit Boegwoud. En om de mensen inderdaad ook deze mensen te laten kennen. En dat het niet is McDonald's die komt uitleggen wat wij gebruiken, maar dat het echte lokale boeren zelf zijn die zelf hun verhaal brengen. Chiquita levert bij McDonald's de Belgische appeltjes. Die kunnen jullie zo terugvinden in het Happy Meal. De appeltjes zijn 100% Belgisch en dat wil dus zeggen dat ze afkomstig zijn uit de regio Haspengouw. Gedurende het jaar werken wij met 4 verschillende soorten variëteiten. We werken met Jonagold, Jonagoret, Elstar en Belgica. Dit doen we eigenlijk om aan de consumenten van McDonald's het meest krokante appeltje aan te bieden en dit het hele jaar door. Als productieproces gebeurt het eigenlijk, de appels komen bij ons binnen, ze worden gewassen en dan worden ze in partjes gesneden, eigenlijk een beetje zoals dit principe. Ze worden ook heel kort in citroenzuur gedipt, omdat ze eigenlijk om bruinkleuring te vermijden. Nadien worden ze zo snel mogelijk verpakt en gekoeld bewaard tussen de 1 en de 4 graden, om zo snel mogelijk dat bij de consumenten te geraken. Wel is om ook te laten zien en om ook de mensen die er niet kunnen bij zijn, dat de mensen dan ook wel of in de krant of op internet kunnen lezen van kijk, dit is iets wat McDonald's doet, een open markt. Ook misschien met getuigenissen van mensen dat dan effectief ook wel geweest zijn, om effectief ook te laten zien dat wij de boeren, de lokale boeren ook naar voren schuiven, dat het niet altijd het verhaal is van McDonald's. Maar dat wij ook veel lokaler zijn dan heel veel mensen denken. Want vaak denken mensen nog, ja, het komt alleen maar uit grote fabrieken of alleen maar grote boeren kunnen aan McDonald's leveren. Dat is absoluut niet het geval. Dus wij werken in elke provincie ook met zeer lokale boeren, zoals de tomatenteler uit Boegwoud. En dat willen we toch ook wel aan het grote publiek eens laten zien. Ja, wilt u eens proeven? Ja, zeker. Ik wil nog proeven. Wat vindt u ervan? Echt lekker. We hebben een heel divers publiek. Er zijn mensen die waarschijnlijk door hun werk iets vaker komen. En daarom bieden wij ook heel veel variëteit aan in onze producten in het gamma. Daarom zijn er ook slaatjes. Kan je bijvoorbeeld bij een menu eens een slaatje nemen. En daarom zeggen ook mensen, als je inderdaad vaker komt, dan kan je ook eens variëren. Je kan eens vis nemen, kip nemen, vlees nemen. Dan heb je ook mensen ja, die misschien 1 keer per jaar komen. Of die komen om de kindjes een plezier te doen. Dus het is eigenlijk een heel divers publiek, van jong tot oud. Alle sociale klassen, mensen ja, die iets vaker komen, mensen die minder vaak komen of zeer occasioneel maar komen. Maar iedereen is uiteraard altijd welkom en iedereen, of je nu vaak of niet vaak komt, krijgt identiek dezelfde service, identiek dezelfde glimlach. En iedereen is even welkom bij McDonald's. Ja, dus bij McDonald's leveren we dus heel het jaar door de appeltjes. In het Happy Meal, maar ze zijn ook apart verkrijgbaar. Oké, dank u wel voor uw commentaar, mevrouw. Graag gedaan. Ja, dus wij kopen die uiteraard in een grote aantallen en dat is altijd in samenspraak uiteraard ook met de leveranciers. Met de meeste leveranciers hebben we ook een open boekpolitiek, dus we weten ook perfect wat de kost is. En de bedoeling is dat uiteraard dat alle partijen er iets aan verdienen. Het is niet de bedoeling dat McDonald's de boeren gaat zeggen van kijk, wij willen maar zoveel betalen. Nee, het moet een zeer gezonde partnership zijn en daarom werken wij ook
met heel veel partners al 20, 30, 40 jaar op heel lang termijn. En dat kan alleen maar als je inderdaad correcte afspraken hebt en dat het gewoon eerlijk verdeeld wordt tussen alle partijen. Wij proberen inderdaad om ook naar onze klanten toe, en zeker in deze moeilijke tijden, inderdaad om een zeer kwalitatieve maaltijd aan een zeer aanvaardbare prijs. Je kan al bij McDonald's terecht, bijvoorbeeld voor een hamburger of een cheeseburger in eurodeals aan 1 euro. Dan heb je ook meer gesofisticeerde hamburgers, die iets complexer zijn, die iets gevulder zijn en die dan ook iets duurder zijn. En dat gebeurt dan inderdaad elke keer in samenspraak ook met de leverancier, van kijken van oké, hoeveel kost dit nu reëel en hoeveel kunnen wij het kopen, dat het ook voor de klant uiteraard zeer interessant blijft om bij McDonald's te komen en toch een zeer kwalitatieve maaltijd te kunnen nuttigen. Oké, dank u voor uw informatie. Dat is heel graag gedaan en dank u voor uw komst.